Deze stola is ontworpen en uitgevoerd door het wereldberoemde kantatelier van de Aalsterse familie De Sadeleer. Zelfs Amerikaanse filmsterren en Arabische oliesheiks hebben kant van De Sadeleer. Het is een stuk van de familie, ja. Wij zijn 4 generaties en op het einde van de 19e eeuw is dat gemaakt geworden. En mijn ouders, mijn papa was zeer fier altijd op dat stuk. Wel, elke roos, elke klein minuscuul roosje neemt ongeveer 1 uur in beslag om te klossen. Dat is kloskant. En elke parel is naaldkant. En elk pareltje neemt ook 1 uur in beslag. Dus dat is enorm tijdrovend. Dat is een stuk die magnifiek schoon gemaakt geweest is van werksters die zeer verzorgd hun werk gedaan hebben. Dus het is getekend geworden, waarschijnlijk door mijn grootouders, en dan in kleine stukjes in puzzelwerk gegeven aan verschillende werksters. Misschien een stuk of 100 verschillende mensen hebben daaraan gewerkt. 1 stuk moet soms geleverd worden aan de cliënt op een zekere termijn. Hier moest dat 1 persoon gemaakt hebben. Ja, dan spreken we over 20, 30 jaar handarbeid.